Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video van GTA 3 en nee, Weekend met Droomco. En welkom bij een nieuwe video van Weekend met Droomco. We zijn er weer en het is weekend. Ui. Ja, gisteren waren iedereen vrij, denk ik. Nou, de kinderen dan. Ik was ook vrij natuurlijk. Ik ben nog een kind. Maar in ieder geval, ja, het was gisteren. Het was eergisteren echt een hele warme dag. Gisteren was het ook een hele warme dag. Dat was iets van 25 graden. Jezus man. Ik zit hier nu. Het is vrijdag 09:48. In mijn kamer zit ik nu. Nee, niet in mijn woonkamer. Maar die zon schijnt echt vlak naast mij. Die zon is echt scherp. Mijn moeder kreeg zelf de deur niet open van de slot buiten de deur. Ik kreeg die zo niet open, oh my god. Welkom bij deze video. Het is bijna de zomer. En nog een paar maandjes en dan is het zomervakantie. Hey, yes! Nog 2 maanden en dan is het weer zomervakantie. Gaan jullie nog wat leuk doen in de zomervakantie? Laat het weten in de reacties. Nou, welkom. We gaan het vandaag over GTA 3 hebben die je misschien krijgt op mijn kanaal op Game The Ramco. Maar GTA 3 krijg ik misschien op mijn van iemand Alex. Daar krijg ik allemaal spellen van. Wat goed is voor mijn PC. Dat zeg ik wel eerlijk. En dingen die niet. Dat er weer wat. Je weet wel wat er gebeurt de vorige keer met. Vast hebben jullie die video gekeken. Toen kon mijn computer niet meer aan. Klikte ik op een knop. Kwam er eerst het beeld ervoor. En toen viel het weer uit. Even kijken dat alles goed is. Ja, alles is goed. En ik ben even kijken op WhatsApp. Dat doe ik eigenlijk elke video dat ik eigenlijk op WhatsApp ben aan het kijken. Mag je jongens. Doe eerst dat geluid uit. Zo. Maar GTA 3 is eigenlijk een spel dat eigenlijk, het is niet voor alle leeftijden, 18 plus dacht ik. Ik ga even opzoeken voor welke leeftijden, voor PlayStation. GTA 5, dit is GTA 5, de nieuwste. Nou, GTA 6 geloof ik, of, ik weet het niet. Maar GTA 3 is ook geloof ik een best wel gevaarlijk spel eigenlijk voor. Ik weet het eigenlijk niet. Oh, Wikipedia. Even zien hoor jongens. Oh, hier staat leeftijdsklasse. PEGI 18 plus, dus het is 18 plus, dus ik weet niet zeker dat ik dit spel op mijn kanaal ga doen, maar ik ga het misschien krijgen van weet ik hoor, Alex, een vriend van mij, die kende jullie vast van de Virtua C en de Quake 2, maar die geeft spellen van mij die goed zijn voor mijn PC, thanks. Ja, het is van Rockstar deze game, eigenlijk van alle GTA's games. Ik geloof was het ook van Coe's mod, ik weet niet zeker, maar volgens mij wel. Ik ga even kijken jongens. Gary's mod. Als jullie nog dingen willen weten over wat zou ik moeten opzoeken op internet? Dus niet over dat andere dingen, maar wat zou jij dat ik dat opzocht bij Weekend met Remco? Bij Remco Fest heb ik gewoon een planning, maar bij Weekend met Remco mogen jullie zelf beslissen wat ik ga opzoeken. Dus niet dat soort dingen wat jullie wel weten, maar sorry, maar ik weet het niet, god.
Ah, ik moet echt nadenken. Wat wil ik ook? Ja, dan mogen jullie zelf beslissen. Dus Minecraft of Dromcraft of Prokiscraft of Game Trunk, hoe die ontstaan is. Dat soort dingen. Dat mogen allemaal zeggen in de reacties. En dan ga ik het voor jullie laten zien. Nou mensen, dit was de video. Ik hoop een leuke video vond. Laat een duim achter. Abonneer op dit kanaal. En tot de volgende keer bij deze nieuwe video van Weekend met Remco. Doei!